Veel mensen zitten heel erg in een hoek gedrukt of volgen een vast patroon. En komen er op hun 40ste, 50ste achter in een midlife crisis of tijdens een burn-out dat ze misschien niet altijd hebben gedaan waar ze zich goed bij voelen of niet echt gelukkig worden van wat ze doen. Ik denk dat in Nederland sport niet zo snel zal worden aanbevolen als echt carrière. En dat het ook wat dat betreft misschien wat onderbelicht is. En zeker vrouwen in de sport worden in mijn ogen toch wel onderbelicht. En pas op het moment dat je al echt heel goed bent, ja, dan wil iedereen je beste vriend zijn. Maar die laag daaronder, daar is gewoon heel weinig aandacht voor. Het was doodeng om mijn baan op te zeggen en alleen maar voor sport te gaan. Want je mist meteen een hele zekerheid aan alle kanten. Zekerheid van inkomsten, zekerheid van mensen om je heen. Je sociale leven gaat er anders uitzien. Dus het was heel spannend om deze stap te nemen. En dat is iets wat ik wel heb gemerkt, is dat ik echt gelukkig word van de keuze die ik heb gemaakt. Achteraf is altijd makkelijk praten, want op het moment dat je die keuze moet maken is het natuurlijk super moeilijk. Maar ik zou zeggen, probeer het gewoon en zorg dat je inderdaad een backup plan hebt en dan kun je altijd weer terug. Dat was in het begin heel moeilijk, want ik voelde het toch een beetje als falen. Zo van ja, ik moet allebei kunnen, ik moet en kunnen werken en mijn sport goed kunnen bedrijven en daarnaast een sociaal leven hebben en eigenlijk allemaal ballen hoog houden. Maar toen ik er meer over ging praten met familie en vrienden en ook nog wel wat langer over na ging denken, besefte ik wel, ja, dit is eigenlijk ook wel een mooi moment om dit te gaan proberen. Ik denk dat dit voor mij het juiste moment was om ervoor te kiezen. Het is jammer dat er een pandemie tussendoor komt. Maar aan de andere kant leer ik daar ook wel weer veel van en merk ik dat het me ook mentaal wel weer sterker maakt. En ik daar weer andere plannen uit kan halen. Want anders was ik nu nog niet voor de marathon gegaan en dat geeft ook wel weer nieuwe inzichten. En als ik mezelf in de spiegel kan aankijken, zo van ja, ik heb er alles aan gedaan. Ik heb echt elke dag eruit gehaald wat erin zat. Ja, als ik het dan niet haal, dan heb ik daar geen spijt van. Dan heb ik het geprobeerd en dat is dan maar zo. Thank you.